Hallo? Throw me a freaking bone here. I'm the boss. I need info. Throw me a freaking bone here. I'm the boss. I need info. Throw me a freaking bone. Goedemiddag. Welkom bij Lijntje. En Ontario, Ontario, Tagera, Tagera, de Mat Ontario. Welkom bij Lijntje. Dan gaan we verder naar 06-303-203. Welkom bij Lijntje. Als je een keer verbonden bent, dat maakt niet uit, want het is 1,10 per seconde. Welkom bij Lijntje. En Ontario, Ontario, Tagera, Tagera. Het is de Surinaamse afdeling, maar die mag praten wat je wil. Iedereen mag bellen, zelfs de Belgen mogen bellen. Maakt niet uit. Wie is lijn 4? Wie is dat? Lijn 4, Hallo? Hallo? Dag, geef mij dan maar. Hallo? 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 Godverdomme, weer niet nog. Kanaal 3 gaat weer open. Goedenavond, wie hebben we daar? Hallo? Ja, hallo. Dit is 1 is open. Is dit Talk Radio, we zijn weer in de lucht. Is dit ja, het gaat nergens over zo. Ja, en wie heb ik op 1? Hallo? Hallo. Ik ben er weer. Ik ben Dirk. Ik ben Dirk. Ik ben Dirk. Dirk zit, want ik ben te staan. Goedenavond, wie hebben we daar? Had je even een vraagje over deze kwaliteit? De kwaliteit komt uit mijn goede tuintje achter de buurman. Ik heb verteld dat ik even wat tomatenplantjes geplant of ik even een stukje land verleden. En toen hebben we zo getracht een kleine 400 plantjes te planten. Lijn 4, Hallo? Ga maar af, nu heb ik echt achteraf. Ik heb echt een mening over mijzelf. Als ik naar de schone winkel ga, wil ik niet gewoon schonen. Waarom? Omdat iedereen schonen heeft. Ik wil hippies. Hippies zijn beter. En ze zitten mij echt goed. En als ik dat wil, dan wil ik dat. Het maakt toch niet uit als ik met hippies loop. Of ik in de zin loop. Of op het strand. Ik vind hippies sportief. Omdat ik sport veel. Ik ga zo de paraclopen, rondjes, sporten, dan ik kom thuis, roken, drinken, is niet goed. En toch ik weer gaan sporten. Daarom ik heb gympies. Want het gympies is goed voor mijn tenen, voor mijn voet, als ik ga hardlopen. Hardlopen niet op de markt, maar toch ik draag gympies op de markt. Omdat ik draag die tas. Het is zwaar. Dat is voor gympen is goed, voor voet. Een grapje, hoor. Waar staat hij, hoor? Bij Lijntje. Ja, die jongen is live, hè. Die zit in een hokje apart, want die zit alweer. Dus, zou even de live chat hier gebruiken. Nou, die is nog steeds bezig. Welkom bij Lijntje. En Ontario, Ontario, Tagera, Tagera, de Mat Ontario. Welkom bij Lijntje. Mag ook wel Blanca mensen bellen? Mogen ook wel... Ik heb mijn gezicht bellen. Ik zeg, die zak niet bellen. Want ik voel me even zo gauw als boelzak. Wat jongen. Mag die uit hoor. Ze mogen bellen. We kijken ook naar TikTok en naar de Merlina. Naar die mooie dingen. Bel maar. Hallo. Hallo. Johan zit over lijn 1 heb ik begrepen. Want ik heb een briefje gekregen van mijn collega net. Johan, ben je er nog? Lijn 1 staat open, je krijgt een flinke rekening binnen, jongen. Je moet het zelf weten. Ik, maar,
je bent een hele goede luisteraar en een hele goede contactpersoon, want je houdt deze zender heb jij deze maand al betaald. Zo lang hang je al. Oh, dat maakt niet uit, want je hoort echt bij. Johan, hoe gaat het? Ja, goed hoor. Zo te horen, heb je ook jungle gerookt? Ja. Heb je ook gerookt? Ja, want je bent traag van begrip, ik heb het gehoord, want je loopt helemaal achter, sinds 30 seconden loop je misschien wel langer. En je denkt dat je loopt, maar je loopt niet, want je legt. Leg je Johan? Maar ik ben er wel. Maar je bent er wel, Johan. Ja, dat willen we horen, dat je er bent. Ik ben er. Dat je er bent. Ja, kijk, man. Dat moeten we hebben. Zulke mensen moeten we meer hebben die lang blijven hangen, die verhalen hebben die van hier tot Gent. Johan is daar een beetje boer, okay, maar hij heeft wel eens wat. Dat maakt niet uit. Johan, bedankt voor deze maand in ieder geval. Ja, zeker. Want dat hebben we in de knip zitten. Ja, maar ik wou niet de band niet zo. Dat maakt niet uit, Johan. Dat maakt niet uit. Kom op zijn naam dan. Toch? Ja, dat maakt niet uit, Johan. Dat is allemaal. Want het is PTT. We hebben aansluiting bij PTT om een zwart netwerk. Dus dat is in principe een hele goede doening voor ons doel in een zwarte uitzending op de AM. Ja, ah, je doet goed mee. Je doet goed mee. Maar er bellen weinig mensen bellen hier. Oh, kom misschien dat weinig Surinamers die verhalen hebben in Nederland. Over dingen die ze kunnen doen hier. Welkom bij Lijntje. Ah, even kijken wat we hebben op kanaal 5 of 6. 6? Hallo? Hallo? 6. Wie spreek ik? Hallo, met wie spreek ik? Oh, mijn microfoon is een beetje in de war. Kijk, ja, Regilio. Je spreekt met Regilio. Oh, hallo, hey, hallo, Regilio, hallo. Hoi. Goed, met mij is alles goed. Ja, ja. Ik bel nu vanuit Amerika. Hoi. Ja, ik zit nu, ik sta nu eigenlijk, het is collect call ook. Ja, je komt een beetje raar binnen, voor ons gezegd. Ik weet niet of de luisteraars dat ook horen, maar je komt wel een beetje blikkerig binnen. Ja, ja, dat klopt. Ik zit in Amerika, ik sta nu op de plek, ja, je gelooft het niet hoor, ik sta nu op de plek waar het voormalige World Trade Center heeft gestaan. Zo, wat zeg je nou? Ik heb gehoord dat ze ook reisjes ernaartoe zenden voor alleen die trip te maken om die plek te zien waar die hele gebouw is ingestort. Klopt dat? Ja, maar het is echt leuk. Ja, ik kan me voorstellen die hele grote graad met al die dingen en die mensen die er allemaal kijken. Ik zeg je eerlijk over alle dingen wat er gebeuren. Ik vind het een hele laffe daad wat je gedaan hebt. Want al die onschuldige mensen die stonden boven te zwaaien en konden niet naar beneden. Ik vind het echt een laffe daad. Want hij moet of Bush in zijn kont neuken of wat dan ook. Want die oorlog moeten die politieke honden zelf uitvechten. Vind ik, is mijn mening. Ja toch? Vind je niet? Je hoeft niet met mijn mening te scheppen. Dat is een ja toch is de vragenstel van wat denk jij erover? Weet je, dat, ja toch, dat als mensen daarop meelullen, moet ook niet goed wezen. Want het is mijn mening. Als ik zeg, dat had niet gemogen, dat had nooit gemogen. Want dat is een hele laffe daad. Al die gebouwen weg. En ook in Nederland gebeuren. Vanmorgen een beetje raar uit dat je zegt van het was bewolkt. Je dacht van nou het wordt een dag. Blah. Nee, wat denk je? Het was heet. Heet. Stinkend heet, man. Ging vanmiddag een blok ijs halen. Dan denk je op, man. Dat is gewoon zo heet. Maar Luce, vanavond heet. Vannacht nog heten. En we gewoon stinkend heet, man. Dat was lekker heet, man. Lekker heet. Allemaal in de korte broekjes en t-shirts. En ik zou zeggen de vooruitzichten voor deze week. Het ziet fantastisch uit, man. Goed, man. Alleen maar heet, heet, heet. Fantastisch gewoon, man. Zo, Daan Dirkse rolt nu maar weer op. Goed, man. Welkom bij Lijntje.
is AM, dus dit is overal te verstaan. Met Dirk en de video. Is wat, hoe gaat het met jou, jongen? Met mij gaat het prima. Maar ik ga je zeggen wat ik vandaag mee heb gemaakt. Zo, ik loop op de Haagse Markt. Ik wil een brood kopen. En die bang heeft geen brood. Ik moet helemaal terug van die Haagse Markt. Moet ik terug met die tram. Dan wil ik naar die tram. Wil ik gestolen zien. Luister, ik wil die tram. Wil ik weed halen bij de boot. Ik wil boot. Ik rij met die tram boot. Tram gestolen. Nee, geen keer weed. Ik moet terug met die bang bij tram. 4,10 tram. Bang bang. Nou jouw verhaal. Dat is wel erg lijn. Gaat niet iets weg niet uit. We zijn op lijn 5 nog iemand. Welkom bij lijntje. Dat is lijn 4. En wie hallo. Mag ik hebben? U spreekt met Dirk. Soms een beetje moeilijk af. Maar ik probeer zo duidelijk mogelijk. Ja, we hebben de tijd. We hebben de Nederlands tijd. Te praten. Rustig aan hoor. Ja, dat vind ik. Zaken zijn zaken, of praten is praten, of doen is doen. Ik wou het eigenlijk... Ik wou proberen om het eventjes aan het licht te brengen, wat er zojuist met de... Ja, dat doen we ook vaak, ja. Licht. Met de stadsverwarming hier in de Zuidoost-Beemster Het is niet echt een radiocentra voor... idee van een consumentenbond of zo. We kennen geen problemen oplossen. We kennen wel iemand erbij bellen, maar echt problemen oplossen, dat is hier niet van doen. Goedemiddag. Welkom bij LiveChat. Zin in zappelen? Ik ben echt €2,50. Makkelijk hoor. Ik ben echt €2,50. Hele tas, helemaal vol. Echt, is het voor mij? Voor vrouw, voor kind? Is het voor mij? Is goed fruit. Fruit moet eten. Fruit is goede, goed vitamine. Vitamine voor iedereen. Voor iedereen, voor mij, voor iedereen. Wat gaat dat? Ja. Welkom bij Leidje. En Ontario, Ontario, Tagera, Tagera, de man van Ontario. Welkom bij Leidje. Hallo? Deze kleine stikker die ik hier zo heb gemaakt. Hey hond, ga weg van jou. Die is goed dat je wat gaat hier bij mij. Dat die geest uit jou hart springt. Hey hond, ga weg man. Springt helemaal uit jou. Hij gaat door jouw maag gaat die rollen. En dat is die THC. Wat ze zeggen die THC hoor je. Helemaal stoon. Je gaat vliegen. Ik ga vliegen. Ik rook die skunk. Ik rook die skunk. Ik zit op bang. Ik ben helemaal weg weet. Ik ben in jungle, ik moet die blow wegleggen, want anders valt die asbak op mijn leef. En dan heb ik een hele grote brandplek hier op mijn bos. En dat is niet goed, want dan kom ik wakker in Beverwijk. Ik echt waar, want ik heb mijn hele dakwet in de fik gestoken. Ik werd wakker in Beverwijk. En die brandwondenstichting daar, niet goed. Want mijn hele leef is verbrand door die pang pang dakwet. Niet door die sigaret, want die sigaret. Maar die jongo, die was lekker, want we roken die ding, is, je wordt high. En doordat je high wordt, je weet niet meer of je op Schiphol bent, of op de trein staat te wachten, of Hollandspoor, of de Haagse Markt. Je weet wel waar je bent. Alleen door die ene blow, want die skunk is hard. Suriname is ook, die weet ook high. Maar die skunk hier in Nederland, je wordt helemaal gek van die weet. Die mensen zitten in die koffers op, roken dit, roken dat. Ik ga daartussen zitten, ik ben helemaal... Ik weet niet meer waar ik loop. Ik moet zeggen of ik... Heb ik koffie afgerekend of niet? Ik weet het niet meer. En dan ga ik naar buiten. En dan denk ik dat het mooi weer is. Is niet zo. Het regent. Er regent om me heen. Het is helemaal geen mooi weer. En dat doet blauw. Voor die ene koloskunk. Maar dan zit ik tussen die gasten en ben ik helemaal de weg kwijt. Want een paffe hele... Zakken leeg, dit dat, maakt niet uit, mijn moeder betaalt toch, en mijn geld is binnen, en dit maakt niet uit, en ze zitten te roken hier en daar, het interesseert ze geen reet, wat hun kunnen er tegen, ik kan er niet meer tegen wat hun roken, hele zakken leeg, zak
dikke vloer, dit, dat, een rok, draai jij maar, zegt die ene tegen die andere. Die andere zegt, nee, je hebt twee bro's in zijn bek. Zegt, nee, ik kan niet meer draaien, je zit helemaal vol. Ik kan dat niet tussen zetten, want ik weet het, die Paulusman moet ik bij me hebben om te weten wat voor weer het is op die dag. Dat ik die skunk rook heb, die ene chocolade.